voordat je deze video gaat kijken, doe alvast even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ja. En klik op het belletje. Doei. Veel kijkplezier. Oh, nu. Heel goed. Even smakelijk. Mooi hoor. Nou, zeg mama, loopt het. Uitgeteld in de lekker met de vriendje en de barbecue. Silla Bellinga, eigen YouTube kanaaltje. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga Farmingvloggers. En wij zijn een weekendje weg. Ja. Bij de boer. Bij de boer, bij Farmcamps, bij het mooie, ja, dorpje Gulpen. In de heuvels van de verloren kost. We zitten hier heerlijk aan ons boerenontbijtje. Kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Vandaag wordt het echt een super warme dag. Ze hebben echt 27 graden of zo voorspeld. Dus wij hebben een heerlijk weertje hier bij de boer bij Farmcamps. Daniel, die is even naar het dorp toe. Want daar heeft hij iemand ontmoet via de boer. Die een goede uploadverbinding heeft om onze video's in up te laden. Want we hebben hier op de boerderij niet zo'n heel goed wifi om onze video's up te laden. En ja, we willen wel voor jullie echte video's uploaden. Dus vandaar dat hij nu heel eventjes weg is. Hij is even wat video's online aan het zetten op YouTube. De kinderen zijn lekker aan het spelen. Ze hebben hier echt super veel vriendjes en vriendinnetjes alweer gemaakt. Kijk, ze zitten daar met z'n allen op de schommel. We kijken daar ergens te spelen. En Luxie zit hier lekker te spelen. Hallo schatje. Moes en Pipje zitten daar. Ik heb het even parasolletje buiten neergezet. Dus wij chillen hier nog eventjes lekker bij onze tent. En straks als Daniel terug is, dan gaan we weer superleuke activiteitjes doen hier bij de boerderij. Dit is echt een paardenboerderij. Dus ze hebben ontzettend veel paardjes. Als je de vlog van gisteren niet hebt gezien, kijk even één video terug. Dan zie je hoe leuk we gisteren een buitenrit hebben gemaakt. Volgens mij gaan we straks iets met hoefijzers maken of zoiets. Ook superleuk. Maar eerst eventjes lekker relaxen hier bij de tent en spelen met de vriendjes en vriendinnetjes. En als Daniel straks weer terug is, dan gaan we weer met z'n allen erop uit. Nou, de kinderen hebben hier heerlijk in het speeltuintje gespeeld. Maar wie komt daar in de verte aan? Wie is dat, jongens? Papa. Papa, kijk. Daar loopt papa. Is het gelukt, papa? Met bloed, zweet en tranen staan alle drie de vlogs online. Oh. Het is gelukt. Gelukkig. En wat heb je daar onder je arm? Zwembadje. Oeh, dat is lekker. Nou, vader die is weer terug. We pakken even de spulletjes, want volgens mij hebben ze een heel leuk activiteitje. Hoef versieren, of wat was het ook precies? Paardenhoef versieren. Paardenhoefjes versieren. Dus daar gaan we nu naartoe. Zo, Leon, gaan we eens even een paardenhoef schilderen. Hè? Kijk, hier moeten we zijn. Onder de bomen. Nou, dat is wel lekker, mama. Hè? Mooi plekje, toch? En met touwtjes. Lekker aanmaken, zoals een bom vangen. Wauw. Dit is dus een echt hoefijzertje van een paard. En die mogen we gaan versieren met allemaal mooie versierseltjes. Daar zitten versierseltjes in.
Hier zitten kraaltjes in. Een knotje. En we hebben dit en een beetje wol. En we hebben allemaal veertjes. En dit zijn de plakkertjes. En die plakken we dan hier op. En dan zit het vast. En we gaan ook op hier op. Ja, ook daarop. Doe, sla jij hem op de hek vast? Ja. Kijk, zo moet hij eronder. Zo moet hij eronder. Ja, Luxie zit op de tractor. Luxie is weer wakker. En Luxie speelt even met het tractortje. Ja. Kijk, Luan en Lucilla, dit is dus het idee. Zo kan je hem dus helemaal maken en dan kan je hem ergens ophangen. Luxie die wil er ook eentje maken. Zie je dat? Mooi, Luxie. Kijk, en hier is het hoefijzertje. Zie je dat? Daar kan hij op. Kijk, wat mooi pas. Hij is heel mooi, hoor. Bloempjes. Luxie, wil je een veertje? Dat is een mooi veertje. Nee, wil je geen veertje? Wat dan? Deze. Wil je die? Oh, de kraaltjes. Ja, maar die vinden we wel een beetje... Moet je niet in de mond doen. Hé, hey, Luxie, dit kriebelt. Maar kijk, het snuitje. De papa nou. Papa nou. Heel lekker dit, kijk. Ja. Oh ja, lekker. Mijn is dus klaar. Luxie, waar ga je naartoe op die grote skelter? Waar ga je naartoe op die grote skelter? Die peetjes. Ja. De lekkere tosties. Lekker, dankjewel. Dankjewel, heerlijk. Laat het smaken, hè. Dankjewel, hè. Papa zegt, eet smakelijk. Onder de boerenboom. Is die klaar, jongens? Ja, dus 1, 2, 3. Tada! Dit is hem. Wauw. Mooi hoor, heel mooi geworden. Dankjewel. Kunnen we mooi ophangen op de kamer. Ja, maar ik vind goud heel erg mooi, dus ik heb 3 goud gedaan. Heel mooi geworden. Ik heb 4 goud. Ja, heel mooi. Nou, een plakje kaas. Wat is dat? Luxie wil dat opeten. Nou, zeg maar, mama loopt de berg. Ik ben dat weer mee. Lucilla hebben een verzorgponnetje, die heet Snoopy. En die mogen ze nu uit de wei halen en even gaan borstelen. Dat gaan we nu doen en ze staan al bij het weitje. Is dat Lucilla? Dat is Snoopy, hè? Hey, hallo Snoopy. Hallo. We gaan Snoopy eerst even poetsen, hè? Ja, dan vindt hij weer lekker. Hij doet niks. Je laat hem weer vallen. Daar, ik woon zo. Pak hem maar. Pak hem maar. Geef hem maar. Let out, let out. Superleuk, zo'n verzorgpaardje. Ze mogen er straks ook nog eventjes een beetje mee wandelen. Wij gaan nu even terug naar de tent, want het is echt super warm. Luxie die probeert even haar slaapje te doen. En daar is Luan. Hey, Luan en Zilla. Ja. Kijk eens. Wauw, heb je het verzorgpaardje meegenomen, Luan? Dat is leuk. Doe een duimpje omhoog. Zo, Lucilla wilde het badpakje aan, want ze zijn hier buiten met water aan het spelen en ik heb een zwembadje opgezet. Mama, ik wil zo.
Je bent de arm. Andere? Heb je dat? Ja! Dat is lekker. Oh, voorzichtig. Luan is ook weer terug van zijn verzorgpony uit de wei en in de wei doen. Vond je het leuk, jongen? Ja, in de wei. Uit de wei. En toen heb je hem geborsteld met Lucilla. Ja, en toen mochten we een klein wandeling doen. Even hier houden. Mm-hmm. En toen ging ik hem helemaal weer terugbrengen bij de stal. Bij zijn leuke vriendje. Want hij heeft ook een hele grote, lieve vriend. Zij staat niet alleen in de wei. Nee, dus nu zit hij weer met zijn vriendje. En je hebt al gezien dat ze hier een glijbaan hebben gemaakt van water. Ja, en ik wil dat ook. Dus Leon gaat snel even zijn zwembroek aan doen. Met het nepje. Lucilla die is al van de glijbaan met haar vriendinnetjes aan het glijden. En Luan wil natuurlijk ook even van de glijbaan, hè, jongen. Ja. En even insmeren, want het is heel warm. Daar gaat Luan ook. Kijk, daar is Lucilla. Lucilla. Gaat Lucilla weer. Lucilla, wil je samen? Au. Speelt op de waterglijbaan hier. Slaapt Luxie daar in de kinderwagen. Daniel zit hier lekker even een boekje te lezen. Ja, de handdoek. De barbecue staat daar in die mand. In die mand liggen de handdoeken. In die mand. Ja, in die klerenmand. En de barbecue staat klaar. En ik ga even het badje opzetten voor Luxie. Woezel en Pip liggen hier heerlijk in het schaduw. En we gaan een poging wagen een barbecue te maken. Tenminste. Vader gaat een barbecue aansteken. Vond je dat leuk, Luan? Ja. Dat is een leuke glijbaan, hè? Maar de meisjes gaan altijd veel langer. Ja, die hebben een heel glad badpakje. We gaan in de hangmat liggen. Ja, in de hangmat en even het badje voor Luxie opzetten, goed? Oké. Okay. Allebei uitgeteld in de? Hangmat. Kijk, het barbecue pakket, dankjewel, hè. Ja. Super bedankt. Dat smaken. Dank je. Zo, wie is daar ook weer wakker? Wat zijn ze daar aan het doen, Luxie? Luxie kijkt naar alle kindjes die daar aan het spelen zijn. Lucilla die pakt even wat uit de koelkast. Ja, lekker koud drinken. En ja, papa die is bezig met de barbecue aansteken, vader. Gaat het een beetje? We hebben een heel mooi barbecue pakketje gekregen. En er zitten allemaal lekkere dingetjes in. Kom maar eens kijken, Lucilla. Ja, oh ja, kom maar, doe ik het rietje erin. Nou, we gaan hier even lekker barbecuen. Ik had ook een badje gemaakt voor Luxie. Maar volgens mij is het badje lek, want ik heb hem al 2 keer opgeblazen. Zie je dat, Luxie? Dat is jouw badje, maar die is een beetje lek. Ja, kun je hem even inzetten met de voetjes? 1, 2. Oeh. Vind je dat lekker? Vind je dat lekker met de voetjes? Oh, nee, dat is niet lekker met de voetjes, hè?
Het is koud water. Heel koud water. Lekker fris water. Hè, Lucilla? Heel koud water. Heel koud water. Zo, papa heeft een vlammende pan. Nu de kooltjes op temperatuur krijgen. Dat al het onder vuur uit is. En dan de vleesjes met de deksel erop. Alexie? Ja, lekker spelen. Over een uurtje zijn de vleesjes klaar. Ik hoor jullie nu denken, hey Daniel, houdt het niet van barbecuen? Nou, ik kan het wel hoor. Alleen die rook, voordat je dan eenmaal aan hebt, duurt het gewoon even. Maar even kijken hoe het met de vleesjes is. Dat begint het allemaal goed uit te zien. Nou, wij gaan lekker aan tafel met een barbecue. In het zonnetje. Is het goed gelukt, vader? Ja hoor. Nou. Ik ben alleen een beetje doorhoofd. Voor de wannabe barbecuer vind ik dat je het heel goed hebt gedaan, vader. Nou, eet smakelijk allemaal. Wat gaan wij zo nog opnemen? Een avondroutine. Dus ben je benieuwd hoe de avondroutine hier bij de boer op de camping gaat? Kijk dan even op de Lucilla Bellinga eigen YouTube kanaaltje. Link zetten we hier even onderin. Dus een eitje tellen. En dan laten we zien hoe onze avondroutine gaat, hè? Ja. Ja. Wij gaan heerlijk genieten van onze barbecue. En de dag zit er weer op. Vond je het weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En knik ook even op ons belletje hieronder. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Want we gaan nog niet naar huis. Tot morgen. Voeg je hart, boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem mee.